Ben je lekker aan het gamen? Bijna potje gewonnen? Hoor je dit? Zit je nou alweer achter die computer? Als je nu niet stopt met gamen, raak je nog verslaafd. Vaak mijn ouders dat wel niet riepen. Hoe komt het toch dat je soms uren achter elkaar kan doorspelen en maar niet kan stoppen? Dit is Uitgezocht. In elke aflevering zoeken we één onderwerp waar jullie vragen over hebben tot op de bodem uit. Mamma mia! Dit keer waarom je die gamecontroller maar niet neer kan leggen. Wat denk jij? Welk van deze drie games is het moeilijkst om mee te stoppen? The Sims? Oh, just in a branch. Candy Crush? Of Fortnite? Klik daar rechtsboven op het infobolletje om je antwoord alvast in te vullen. De oplossing hoor je straks. Na een drukke dag vind ik het fijn om even een game op te starten. Om even te relaxen en even niks te doen. En met een beetje geluk ligt er ook iets moois op me te wachten. Zoals nieuwe items, skins of uitbreidingspakketten. En dat is precies wat gamemakers willen. Mij overhalen om hun game te kopen en zo lang mogelijk te blijven spelen. En dat doen ze met een beloning. Zoals experiencepunten, items of het openen van een nieuwe wereld. Dat zie je in alle games wel terug. Iedere keer als je zo'n beloning krijgt, gebeurt er iets in je hersenen. Er worden allerlei stofjes aangemaakt waar je blij van wordt. En daardoor denken je hersenen, dit is fijn, laten we doorspelen. Maar er is één probleem. Je went er zo snel aan. Hersenen raken snel gewend aan zo'n beloning in een spel. Dat is het moment dat het saai wordt en dat je stopt. En dat is niet de bedoeling. Tenminste, als het aan de gamemakers ligt. Daarom hebben ze een hele trucendoos om ervoor te zorgen dat jij blijft doorspelen. Ik heb er 5 voor je uitgekozen en ben benieuwd of je ze herkent. Nummer 1. Felle kleuren en geluidjes. Check even dit voorbeeld. Kijk, dat is fijn hè? Je doet iets ingewikkelds en dan word je ook nog extra beloond met felle kleuren en opvallende geluiden. Met al die toeters en bellen wordt een beloning opeens veel belangrijker gemaakt, waardoor je het gevoel krijgt dat je iets bijzonders hebt gedaan. En dat gevoel wil je nog een keer en nog een keer. Nummer 2. Beloning verdienen is steeds moeilijker. Bijna alle games beginnen makkelijk. Je kunt snel punten en items verdienen en de eerste levels speel je met gemak uit. Maar beetje bij beetje wordt het spel moeilijker en moet je steeds meer moeite doen voor een nieuwe beloning. Dat is super frustrerend natuurlijk, maar maak je ook extra trots als het wel lukt. Dat is zo'n lekker gevoel dat je wilt doorspelen. Nummer 3. Verrassing. Een extra grote beloning. Je hoopte er al zo op en opeens is hij daar. Oh my gosh, Shiny Mewtwo. Yes! Dat super zeldzame monstertje dat je altijd al wilde hebben. En die krijg je opeens zomaar. Dit is weer zo'n slim trucje zodat jij blijft gamen. Games zitten vol met dit soort monstertjes, items of wapens die totaal onverwacht opduiken. Oh my god, a shiny Geodude! Je weet dus nooit wanneer ze komen en dat werkt verslavend. No way! I have the knife! I have the knife! En dus speel je verder in de hoop dat je weer zoiets zeldzaams cadeau krijgt. I have the knife! 4. Extra punten voor samenspelen. Is het je wel eens opgevallen dat je extra punten verdient als je samenspeelt in een online game? Dat doen gamemakers expres. Uit onderzoek blijkt dat je langer gamet als je dat met vrienden doet. Want je hebt elkaar nodig en wilt een ander niet in de steek laten. Om jou te stimuleren samen een spel op te starten, belonen de gamemakers je dus met extra veel punten. And good job, guys. En nummer 5, sla geen dag over. Deze ken je vast, een daily reward of dagelijkse beloning. Maar dat krijg je natuurlijk alleen als je elke dag het spel opstart. Doe je dat niet, dan mis je die items of V-bucks die je vrienden wel hebben. En dat zou zonde zijn, nietwaar? Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Dat zijn zo'n 5 drugs waardoor je soms wel uren zoet kunt zijn met een spel. Misschien herkende je er wel een paar en weet je inmiddels ook het antwoord op de vraag in het begin. Dat komt zo, want nog even terug naar die ouders. Als je nu niet stopt met gamen, raak je nog verslaafd. Oké, dat is vaak een beetje overdreven, maar het kan wel. Sommige mensen zijn nu eenmaal extra gevoelig voor die trucjes in games en kunnen echt verslaafd raken. Gameverslaving kun je aan een paar dingen herkennen, zeggen deskundigen. 1. Je hebt geen controle meer over hoe vaak en hoe lang je gamet. Je was bijvoorbeeld van plan 1 uur te gamen, maar als je op de klok kijkt, ben je al 4 uur bezig.
2. Gamen is het allerbelangrijkste geworden in je leven. En dat is dus ook alles waar je aan kan denken. Het is belangrijker dan je familie, school, vrienden of andere hobby's. En 3. Je kunt niet meer stoppen met gamen. Zelfs als je weet dat het slecht voor je is, omdat je er bijvoorbeeld slecht van slaapt. Komt één van die dingen je bekend voor? Vast wel. Maar dan hoef je nog niet meteen in paniek te raken. Als ze alle 3 een ding zijn, dan is het wel verstandig om aan de bel te trekken. Oké, genoeg serieuze zaken. Laten we de vraag van de video beantwoorden. Welke game is het moeilijkst om mee te stoppen? Nou, in één van deze 3 games zitten al die trucjes van gamemakers verstopt die jou in het spel houden. Felle kleuren en geluidjes, steeds meer moeite moeten doen voor een beloning, zeldzame items die zomaar in het spel opduiken, extra punten als je samenspeelt en een dagelijkse beloning. Het antwoord? Fortnite. Even voor de duidelijkheid, bijna alle games zitten zo tegenwoordig in elkaar. Dus ook al speel je geen Fortnite, ook jouw favoriete game zit vol met dit soort trucjes. Laat even weten in de comments of je het antwoord goed had en zet er dan meteen bij welke onderwerpen we nog meer voor je kunnen uitzoeken. Hoi!